Welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Julie en vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie. Vandaag heb ik een shoplog van de Zara. Ik heb de afgelopen maand al mijn aankopen van de Zara bijgehouden en die ga ik nu aan jullie laten zien. Ik heb speciaal alle spulletjes nog niet aangedaan omdat ik deze video wil maken voor jullie. Dan ga ik nu niet te lang blijven babbelen, want er zijn heel wat items die ik bij jullie wil laten zien, dus we gaan er meteen in vliegen. Het is niet in chronologische volgorde, dus het eerste item is niet wat ik als eerste heb gekocht. Het loopt allemaal een beetje door elkaar. Jullie zullen wel zien. Het eerste item is heel gekrukt. Mijn excuses, ik heb nog geen tijd gehad om te strijken. Maar dit is een hemdje. Een wit hemdje met kleine details op de kraag. Zeer leuk dit. En ook de mouwen zijn zo'n beetje heel wijd en bij elkaar gefrommeld, wat wel een leuk accent geeft. Dat maakt het iets minder gewoon en past altijd zo'n hemdje. Maar deze is dus heel gekrukt. Als alles goed verloopt, zullen jullie hier wel een foto in beeld zien van dit hemdje, waardoor het iets duidelijker wordt. Het tweede item is deze grijze trui. Het is een heel los model. Een beetje oversized, ook iets langer. Dat wel heel leuk is om dan op een zwarte, smalle broek of zo te dragen. Nu is het heel gezellig, lekker warm. Ik hou van zulke truien. Maar dan wel in combinatie met hakken, want anders is het iets te sportief voor mij. Dus deze is een gemengd grijze kleur en daar ben ik echt heel heel blij mee. Dan het volgende item hebben jullie misschien al voorbij zien komen op Instagram. Dit is een item dat ik echt niet mee kon wachten, dus ik heb deze stiekem al gedragen. Maar ik wou deze echt super graag aandoen, want ik had dan juist iets te doen en ik dacht dat is ideaal voor die gelegenheid. Dus dat is dit rokje. Voilà. Het is ook een beetje gekrukt, mijn excuses daarvoor. Jullie zullen nu een aanfoto zien verschijnen hier in beeld. Van op mijn Instagram, als je mij nog niet volgt, dat is @julieedb. Kan je zeker eens kijken naar al mijn foto's. Maar dit rokje is dus in een geruite print met zwart, grijs en wit. Zeer leuk. Afgewerkt met zwarte knoopjes. Het is eigenlijk een vrij kort rokje, wat ik eigenlijk niet zo vaak aandoe. Maar ik zocht deze voor met overknee boots aan te doen, zoals op de foto. Vond ik wel heel leuk. Het volgende item is een jas. Dat is deze grijze mantel. Ik heb deze gekozen omdat ik nog geen grijze mantel had. Het is vrij gekleed, met dan weer hier knoopjes. Het is eigenlijk een heel recht modelletje, gaat altijd. Zowel klassiek als sportief, dus ik vond dat echt een must-have voor elke kledingkast. En ik had nog geen grijze jas, dus echt, ik ben hier super blij mee. Het is ook weer een beetje gekrukt, maar ik ga nu alles ophangen en dan komt dat wel goed. Het volgende item is deze super cozy trui. Dit is een beige trui met een hele grote kraag die zo wat losser valt. Hij is super zacht. Hij is ook een beetje oversized, iets langer. Waardoor je eigenlijk deze ideaal zou kunnen aandoen op een legging. Want hij komt juist tot onder de poep. En hij heeft echt te schattige zakjes. Dus op de pull onderaan, ik kan dat niet goed laten zien op de camera, zijn er twee zakjes in fur. Zo schattig. Ik vond dat echt super mooi. Ik zal jullie ook nog een foto hier laten zien natuurlijk. Het is iets gemakkelijker, want het is nog zo groot en het gaat eigenlijk niet op het beeld. Dat is echt super mooi. Met deze ben ik echt helemaal verliefd. Het volgende item is een broek. Dat is deze grijze skinny jeans. Met een hoge taille, wat ik echt wel gemakkelijk vind, want ik haal het als je broek zo altijd afzakt. Het is een gescheurde jeans, dus een ripped jeans. Met van onder kleine ritjes in het goud. Voilà. Dus deze heeft dan wat gescheurde details. Voor een iets stoerdere look, zeer leuk. De achterkant. En deze is heel stretchy. Wat echt super comfortabel zit. Zeker een aanrader. Het volgende item is deze blouse. Het is een iets chicere, gekledere witte blouse. Aan de kraagjes heb je zo een beetje een speciaal detail. En dan ook aan de mouw met zo een grote gouden knop. Het wel heel luxueus overkomt eigenlijk. En dit past wel op alles.
Voilà, dus deze vond ik heel leuk op een leren broek, op een kokerrok. Ik kan er zoveel kanten mee op en bij wie doe je nooit fout. Dus ja, echt prachtig. Hier ben ik heel blij mee. Het volgende item is een trui slash blouse. Dit is dit, het is grijs. Het is eigenlijk helemaal gescheurd. Maar het gaf wel heel leuk als het aan is op die grijze broek bijvoorbeeld. Ja. Dus zo, het is iets langer voor los te dragen. En dan bijvoorbeeld met mijn Gucci riem dacht ik dat dat wel heel leuk kon zijn. Om dan dat gescheurde te combineren met zo echt een luxe merk. Zag er wel, allee, leek me wel heel tof. Dit is een keer helemaal iets anders. Het is helemaal niet zo luxe item-achtig. Het is echt meer het gescheurde, die ruwe, ruige look. En dat vond ik wel tof, zoals je hier ziet. Het is echt niet zo goed afgewerkt, maar ja, dat hoeft ook niet bij zo'n kleren. Dus ik ben echt wel benieuwd naar en dat zullen we wel tegenkomen op mijn Instagram. Toen ik deze in de winkel zag, dacht ik eerst zo van, maar dan ging ik hem toch een keer passen. En dan als ik die aan had, was het wel van, ah ja. En dan zeker in combinatie met die mooie riem. Ja. Dan het volgende item. Dit is het tweede item dat ik stiekem al eens gedragen heb. Dus het eerste was het rokje en nu is het dit blouseje. Dit blouseje had ik aan in de rok. Dus vandaar, ik wou de hele outfit aan doen. Dus die foto laat ik nu hier nog eens in beeld zien. Dus zoals jullie kunnen zien heb ik daar deze blouse aan met de kanten details. Zeer mooie kant. Het is een body, zeer gemakkelijk, dus je kan die eigenlijk in je broek steken en dan blijft die heel de dag goed zitten. Daar ben ik wel een fan van. En voor de rest is het wel vrij see-through, maar ik vind dat niet echt erg. Voilà. Ik vind dat dat soms wel mag. Als je daar dan een zwarte BH onder aan doet, geeft dat wel zoiets sexy. Ja. Hier ben ik heel blij mee. Het volgende item is een trui. Toen ik deze in de winkel zag hangen, dacht ik ook eerst van... maar ja, ik probeer dan zoveel mogelijk dingen te passen. En dan toen ik hem aan had, was ik echt direct verliefd. Ik zeg ja, die moet ik meepakken. En dat is deze. Het is allemaal met glittertjes. Superleuk. Ja, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Voilà. Dus dit is een trui met een colletje. Hij zit iets losser. Het heeft overal pailletjes, wat ik wel super leuk vind. En daaronder zit zo'n een vloerstofje. De achterkant is eigenlijk gewoon gelijk een sweater. Dus dat vind ik wel leuk, dat dat niet helemaal rondom is, maar dat het alleen de voorkant is. Want zeker voor meisjes met lang haar, dan blijft het altijd in die pailletjes eigenlijk hangen. En dat is zeer vervelend. Dus daarom ben ik blij dat dat enkel aan de voorkant is. Ja. Ben ik echt super blij mee met deze. Ik draag eigenlijk anders nooit bruin, maar dit is zo'n beetje bruin-roodachtig. En dat vond ik wel heel leuk. Ja, ben ik echt wel blij mee. Zullen jullie ook wel heel snel zien voorbij komen. Het volgende item is een sjaal. Dit is eigenlijk een gewone grijze sjaal. Maar ik geloof dat dat een sjaal is in cashmere. Ja. Dus dat soort van de iets luxueuzere lijn is en super zacht. En zo'n grijze sjaal, ja, dat kan je echt niet missen in je kledingkast. Ik vond deze echt super gezellig. Het is ook echt mega zacht. Dus dat sprak mij wel enorm aan. Het was iets aan de duurdere kant. Ik geloof dat deze zo'n 100 euro heeft gekost. Voor een sjaal bij Zara is dat vrij veel geld. Maar het is wel heel goede kwaliteit. En daarom heb ik hem dan toch meegenomen. Hij is echt... Oh, ik ben zo blij als ik deze ga kunnen aandoen. Maar voor de rest is het eigenlijk een basic sjaal, grijs, past eigenlijk op alles. Zelfs in combinatie met die grijze jas, zeer leuk. Heel basic. En lekker warm. Winterproof zou ik zeggen. Dan het volgende item zit in twee zakjes. Dit zijn schoenen. Heel raar, ik heb eigenlijk nog nooit mijn schoenen in zo'n zakje gekregen bij Zara. Zeker niet apart verpakt. Zo. Dit zit in twee aparte stofzakjes met het Zara-logo erop. Wel gemakkelijk als je op reis gaat en je wil je schoenen dan meepakken. Zit ze altijd proper in de valies, dan kan je terug die zakjes gebruiken. Maar anders zet ik mijn schoenen toch op mijn kast.
Omdat ik daar graag, ik vind dat mooi in een dressing, als die daar allemaal mooi naast elkaar staan. Dus ik ga die niet opbergen in die zakjes, maar wel handig voor op vakantie. Dus, dit zijn de schoenen. Dit zijn van die botjes in het zwart met dan grijze details. En dit stond echt super leuk. Ik had die dacht ik had een zwarte broek aan en ik had dan die grijze jas gepast. Met dan deze schoenen. Was echt prachtig. Hier ben ik echt heel blij mee. Dus dit zijn korte botjes met een hoge hak. Helemaal in het zwart met dan grijze bloemen erop. Echt super mooi. Ik had toevallig die dag een zwarte broek aan en toen ik die grijze jas aan had gepast, had ik deze schoenen daarop aangedaan en dat was echt prachtig. Dus hier ben ik super blij mee, omdat korte botjes zijn nu toch wel erg in de mode en dat is ook super gemakkelijk. Ja, dus deze krijg ik super. Dus deze wil ik echt wel zo rap mogelijk aandoen. Dus deze schoenen wil ik echt zo rap mogelijk aandoen. Het volgende item is een haaraccessoire. Dus dit is zo'n band die je eigenlijk in je haar moet dragen. Ik vond deze super leuk omdat die echt weer al zo zacht is. Ik hou daar echt van. Oh, dat kan me echt overtuigen om iets te kopen. Dat is echt erg. Maar ik vond deze echt ook schattig staan als we die op hebben van zo'n lange blonde haren in de winter. Vind ik dat wel heel tof. Ook goed aan de oren. Lekker warm aan de oren. Ik vind dat wel een hele leuke look. Zeker als we een paar kerstmarkten gaan doen deze winter, ga ik deze goed kunnen gebruiken. Daar ben ik heel blij mee. En deze kostte maar 10 euro. Dan heb ik nog een accessoire voor jullie en dat zijn deze handschoenen. Het zijn dus zwarte handschoenen met daarop een geruite print. Wat dan ook weer heel leuk staat bij die grijze mantel of een zwarte jas bijvoorbeeld. Zo wat iets klassieker, een beetje chic. Dus die vond ik er wel heel leuk uitzien. Als volgende heb ik nog een paar schoenen. Deze kwamen in één stofzak. Weer iets anders als daarjuist. Dus dat zijn deze grijze, nogal opvallende schoenen. Hier ben ik echt super blij mee. Het is zo die metallic, grijs metallic. Het is nu heel veel in de mode en ik vind dat super mooi. En ja, zo die hoge zool, daar ben ik ook echt fan van. Ja, dus naar deze kijk ik echt ook uit om deze te dragen. Deze mooie, mooie schoenen. Wauw! Dan komen we alweer bij het laatste item. Helaas, ik had graag nog veel meer van jullie gekocht. Maar er moeten ook natuurlijk leuke dingen zijn. En dat is een vest. Dit is een rode vest. Eindelijk iets in kleur. Het is allemaal grijs, zwart en wit. Maar dat zijn zo klassieke dingen. En dan dacht ik, ik pak zo één eyecatcher ermee. Vind ik echt super mooi. Het is een iets langer vestje. Met dan een rode ceintuur daarop. Dus waarbij je taille kan benadrukken. Is echt super mooi. Heel deftig, wat chiquer. Ik zal jullie hier ook die foto dan laten zien. Dat is wel gemakkelijker dan op de camera. Het is echt in een vuurrood stof, wat ik echt heel mooi vind. Zeker voor bij de aankomende kerstperiode. Ga ik deze veel dragen. Hier ben ik ook heel blij mee. Zo, dit waren dus alle items die ik afgelopen maand geshopt heb bij Zara. Als jullie video's gelijk als deze leuk vinden, geef dan zeker een like. Als jullie nog een vraag hebben over de prijs of het materiaal van een bepaald item, laat dan zeker een reactie achter, dan antwoord ik daar graag op. Je kan ook abonneren op mijn kanaal, dan word je telkens eraan herinnerd wanneer ik een nieuwe video upload. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Bye!